Goedendag kijkers, welkom bij het eerste deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel gaan we aandacht besteden aan 150 jaar Hindoestaanse immigratie. In de afgelopen dagen en zelfs weken hebben we gezien dat verschillende organisaties activiteiten hebben georganiseerd in verband met 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Vandaag praten we met Tanya Sitaram, historica, over de belangrijke Hindoestanen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Suriname. Kijkt u mee. Mevrouw Sitaram, we willen eigenlijk een beeld hebben van individuen die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. Natuurlijk kunnen we niet iedereens naam noemen, maar als we enkele mensen uit die groep pakken, wie zou u voor ons kunnen categoriseren? Ja. Inderdaad, we kunnen niet iedereen belichten. We gaan een paar belichten. Ik heb een paar namen opgeschreven. Ik heb een speakblaadje, dus ik ga van tijd tot tijd spieken. Kijk, je hebt verschillende gebieden waarbij mensen hun bijdrage hebben geleverd. Ik zal het aan het begin zeggen, er zullen veel meer mannen zijn die in de spotlight gezet worden en een bijdrage hebben geleverd, zichtbaar. Maar dat is vanzelfsprekend omdat ze toen, ja, het is een mannenmaatschappij, er zijn meer mannen. Dus de namen dat ik zal opnoemen zullen daar ook veel meer mannen zijn. Als we beginnen in het politiek gebied. Ik denk dat iedereen in Suriname, als ze politiek horen, de eerste naam dat in hun opkomt is meneer Jagannath Lachman. Hij is een van de belangrijkste mensen geweest in die Surinaamse, Hindoestaanse geschiedenis ook. Hij heeft verbroederingspolitiek bijvoorbeeld geïntroduceerd. Politiek gebied veel gedaan voor de Hindoestanen. Eerste politieke partij dat werd opgericht. Dus meneer Jagannath Lachman is echt wel een van de mensen die een beetje erkenning verdient. En zeker ook kreeg. Jan Adin, ook een hele belangrijke persoon. Heeft veel gedaan voor de wetenschap, ook op politiek gebied, maar voor de wetenschap zeker. Ook met onze huwelijksverordeningen voor de Hindoestanen, de moslims, heeft hij ook een goede bijdrage geleverd. En als ik in die rij van die twee mannen dan ook een vrouw wil plaatsen, mevrouw Marijke Jwalaprasad, DNA-voorzitter geweest, die heeft dus de weg een beetje opengetimmerd, opengemaakt voor die vrouwen. Natuurlijk zijn er ook wel vrouwen in het parlement geweest, ook als minister, maar op dat hoger niveau, als DNA-voorzitter, is mevrouw Marijke Jwalaprasad zeker een van de vrouwen die een geweldige bijdrage heeft geleverd. Natuurlijk in dat historisch gedeelte zijn er ook heel veel mannen en vrouwen geweest die een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Maar als we denken aan het nu, aan het nu en een paar jaren terug, dan zijn het op politiek gebied dus zeker deze personen. Sociaal-cultureel, op dat gebied zou ik denken aan de voorzitters en de leden van de verschillende Hindoestaanse commissies, zoals organisaties bedoel ik. Zoals NSHI, Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, de Stichting Hindoestaanse Immigratie, OHM, Organisatie Hindu Media, niet te vergeten KUS, Culturele Unie Suriname. De voorzitters, en dat zijn het er een aantal, Anil Manorat, er zijn een aantal mannen vooral, die een bijdrage hebben geleverd. Dus we moeten hun ook niet vergeten. En op historisch gebied, wetenschappelijk gebied, Henry Ory, zeker een naam dat genoemd moet worden, Maurits Hassankhan, die hebben heel veel als Hindoestaan ook bijgedragen op historisch wetenschappelijk gebied. Er zijn natuurlijk een aantal. Ik hoop dat ik ook een bescheiden bijdrage heb mogen leveren in die korte periode dat ik me ook ben gaan verdiepen in de geschiedenis van Suriname en in het bijzonder van de Hindoestanen. En dan heb je natuurlijk ook de mensen die nu van die big business hebben, kan je zeggen, die eigenlijk, ja, je zou zeggen, ja, maar ze verdienen veel geld. Ja, ze verdienen veel geld, maar we moeten niet vergeten dat ze ook andere werkgelegenheid schaffen. Dan denk ik aan een bedrijf als Roy Boudou of als Roepram. En dat zijn echt wel mensen die, of bedrijven waarvan je zegt, ja, ze hebben het gescoord voor zichzelf natuurlijk, maar ook die werkgelegenheid hebben ze anderen gegeven. Op muziekgebied, moeten we niet vergeten, is er een vrouw die erg belangrijk is.
is geweest. Mevrouw Droppity, die heeft over de buitengane eerste LP uitgebracht. Ze was de eerste vrouw die doorbraak heeft gemaakt in die hele mannenmaatschappij. Dus Droppity, mevrouw Droppity is zeker een naam dat genoemd moet worden. Maar ook de mannen natuurlijk, Ramdeo Chaito, dat die hebben echt dat muziek, die cultuur zo naar voren gebracht. En zich niet hebben geschaamd van, buitengane, een beetje lawaaimakerij. Nee, die hebben het gedaan. Dan praat ik niet over de jongere generatie die nu de buitengane een beetje overneemt en mixt. Want daar associeer ik me niet mee. Natuurlijk de ministers, de DC's, mannen, vrouwen, Hindustanen, die hebben allemaal hun bijdrage geleverd. Maar ook de, laat me niet zeggen maar en ook de gewone mens. Ook de landbouwer, de marktverkoper, de ambtenaar. Elke man of vrouw, die heeft zijn bijdrage geleverd. Dus die moeten we niet vergeten tussen al die belangrijke namen. Moeten we niet vergeten dat deze mensen die hun elke dag leven, met zich meeslepen, om er het beste van te maken, die zijn ook heroes. Dus we moeten ook wel naar hun opkijken. Ik heb voor het jubileumboek van 150 jaar Hindustaanse immigratie hebben we onder andere belicht de 99-jarige meneer Hari Prasad Kanhai. Hij was de eerste, de persoon die onze neemboom heeft geplant. De eerste die er was geplant in 1948. Toen was hij nog een 20-jarige jongen, nu is hij intussen 99 jaar. Hij heeft ook zijn bijdrage geleverd op het cultureel gebied. Dus er zijn een aantal mensen. Ik denk als we iedereen nu hier gaan opnoemen, gaat u langer hier zijn. Ja. Dit zijn echt enkele die zeker weten een plaatje op een lijstje verdienen, zeker. En u vertelt een bijzonder verhaal over die 99-jarige meneer. Hij heeft zijn eerste neemboom geplant toen hij een 20 jaar was. En we weten allemaal dat binnen de Hindoestaanse cultuur de neemboom een belangrijke functie of plaats heeft. Kunt u dat even uitleggen? Ja, de neemboom kan je natuurlijk ook traditioneel. Dus het heeft een belangrijke plaats. Je kan het voor traditionele zaken gebruiken. Ook voor wondjes, maar ook gewoon om ermee te baden. Dus een heleboel traditionele geneeskundige manieren kan neem gebruikt worden. En meneer Kanhai heeft het dus in het kader van hun 75 jaar Hindustaanse immigratie is dus besloten, we gaan een neemboom planten. Ja. En de eerste die dan, als je goed zegt, kan je dat zelf zien als een eerste monument dat geplant werd voor Hindustaanse immigratie. Dat heeft hij dus geplant. Ja. En waar is het toen geplant en staat het er nog? Zelfde plaats. Naast waar nu DNA gebouw staat, daar was het al geplant. Het is natuurlijk een paar keren, het is uitgedroogd, niet goed onderhouden. Daarna hebben vandalen die nieuwe boom beschadigd, weggetrokken, meegenomen, weer een andere boom geplant, weer meegenomen. Er is in april laatst weer een nieuwe boom geplant. Hopelijk dat men dat laat staan. Het is niet met een andere bedoeling. Het is niet om te laten zien dat de ene hoger is dan de ander. Maar het is puur cultureel, gewoon die boom staat daar, het beeld wat uit. En niet alleen de Hindustanen, maar ook andere bevolkingsgroepen kunnen met de bladeren er iets mee. Het wordt traditioneel gebruikt. Dus het is niet iets van de Hindustan alleen, het is van ons. Van ons Surinamers. Dus laten we het dan accepteren en behouden. Ja. En als we dus dat lijstje van u even afgaan. U heeft op verschillende gebieden mensen aangehaald die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een of andere ontwikkeling van Suriname. U heeft Degernet Lachman aangehaald, u heeft Jan Adin aangehaald. Als we die mensen plaatsen in het politiek kader, kunt u inzoomen en aangeven wat ze precies hebben gedaan voor Suriname en of hetgeen zij gedaan hebben nog steeds van kracht is anno 2023. Zeker weten. Kijkt u, meneer Degernet Lachman, die heeft voor verbroederingspolitiek gezorgd en ik geloof er sterk in dat er nog steeds is in Suriname. Die verbroedering, de focus was natuurlijk de Hindustanen en de Kriolen, maar je ziet die verbroedering overal. Dus ik geloof er sterk in dat er nog is. Er zijn incidenten waarbij we hebben gemerkt van, is dat er nog? Want dit lijkt niet pluis. Maar ik geloof er sterk dat verbroederingspolitiek er nog is. We zijn nog steeds broeders en zusters. Allemaal, niet alleen de Kriolen en de Hindustanen, maar ook alle andere bevolkingsgroepen. Ik denk dat als ik aan meneer Lachman denk, dat ze
echt het sterkst wat in me opkomt. Natuurlijk, politiek-wise heeft hij ook zijn bijdrage geleverd. Hij is zo lang de voorzitter geweest van de VHP. Hij is zo lang voorzitter geweest van Staten van Suriname, daarna DNA. En heeft daar dan verschillende wetten besproken, zaken besproken, aangenomen wetten. Hij heeft heel veel betekend. Maar als iemand mij zegt, Jagannath Lajpan, het eerste wat in mij opkomt is verbroederingspolitiek. Heel veel meer zoomen op wat hij allemaal heeft bereikt en echt specifiek heeft betekend voor die gemeenschap, kan ik u op dit moment niet helemaal uit het hoofd zeggen. Ja. Dat moet ik anders opzoeken. En meneer Adin, sowieso, ik zei het al, voor huwelijksverordening heeft hij heel veel gedaan. De Hindoes en de moslims, die hoeven nu niet speciaal eerst aangifte te gaan doen of hoeven niet speciaal naar CBB om daar te trouwen, maar een huwelijksambtenaar kan thuiskomen, kan in die Maro of ja, bij de moslims dan gewoon het register laten tekenen. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk wetenschappelijk ook veel betekend. Eenheid en verscheidenheid is een gedachte van meneer Adin. En die eenheid en verscheidenheid moeten ons binden. Mm-hmm. Die natiecreatie, die natievorming, dat zie ik wel. Ja, en als we dus verder borduren op het wetenschappelijk gebeuren in Suriname, dan is meneer Henry Ory en meneer Maurits Hassankan zeker twee belangrijke, zijn ze twee belangrijke figuren. Ja. Als we beginnen met meneer Hassankan, dan zien we dat hij dus als historicus heel veel heeft helpen veranderen binnen het onderwijs, vooral dus op het gebied van geschiedenis. Kunt u ons daarover vertellen hoe hij dus heeft bijgedragen aan de geschiedenis vanuit een eigen Surinaamse perspectief? Ja, ik denk meneer Hassankan die heeft heel veel baanbrekend werk gedaan. Die heeft eigenlijk de eerste stappen gezet dat er diepgaand Surinaamse geschiedenis en dan ook immigratiegeschiedenis vastgelegd wordt, onderzocht wordt. En ja, daarna denk ik heeft hij heel veel gedaan met de instituten, de scholen, de schoolboeken, om ook anderen te interesseren in onze eigen Surinaamse geschiedenis, dat te onderzoeken en dat vanuit een eigen perspectief te schrijven. Dus hij heeft heel veel gedaan, echt heel veel gedaan. Ja. Op cultureel gebied, en als we dus voornamelijk kijken naar muziek, heeft u een naam aangehaald van een mevrouw. En zij is dus een van de eerste geweest die dus richting heeft gegeven aan... Dus dat is mevrouw Droppity. Ja. Zij heeft de weg gebaand eigenlijk voor die vrouw, om met haar zang en muziek op de voorgrond te treden. Anders waren vrouwen het alleen in een kleine huiselijke setting dat ze mochten zingen en muziek mochten maken. Maar mevrouw Droppity heeft ervoor gezorgd dat die vrouw ook naar voren kan op een podium om haar muziek te laten horen, om haar stem te laten horen en dan met Baita Ghana begonnen. Ze heeft ook de eerste LP uitgebracht als vrouw. Mm-hmm. En daarna zijn die mannen gaan volgen. Ja. Ramdeo Chaitu was een naam van een Hindoestaanse man, ook muzikant, ook zanger, die natuurlijk bekend was in die samenleving. En Droppity heeft toch als vrouw weggebaand voor andere vrouwen. Want kijk, hoeveel daarna zijn gekomen. Ja, een belangrijke of een mooi voorbeeld is Nisha Madaran. Okay. In het Larouk Museum staat er ook een plaatje van haar. Okay. Dus ik merk dat binnen de Hindoestaanse gemeenschap ze veel eer heeft gekregen van de muziek. Dus hoe zou u Nisha Madaran plaatsen in het plaatje van Hindoestaanse muziek? Mevrouw Droppity heeft de weg gebaand natuurlijk voor andere Surinaamse, Hindoestaanse vrouwen om hun muziek aan de wijde wereld te laten horen. Zo is bijvoorbeeld mevrouw Motimala Bhola Singh ook een belangrijke persoon die heel veel heeft gezongen. Er zijn ook nog andere. En ik zie dan Nisha Madaran als een jonge dame, Hindoestaan, die gebruik heeft gemaakt van die opening die mevrouw Droppity heeft gemaakt voor die Hindoestaanse vrouwen om daar verder te gaan en haar eigen stijl natuurlijk. Want mevrouw Droppity was echt buiten Ghana. Nisha heeft verschillende zangstijlen, muziekstijlen. Dus ik zie dat als een soort ontwikkeling. En de kans dat die ene vrouw heeft gemaakt voor al die andere vrouwen die daarna volgden. Dus we hebben verschillende aspecten gehoord. Mensen die op verschillende niveaus hun bijdrage hebben geleverd. Ik vind het ook heel mooi dat hij dus ook de kleine landbouwer heeft genomen. Want ook zij dragen bij aan de ontwikkeling en het dagelijkse wat we nodig hebben om dat in stand te houden. Maar als je dus een algemeen beeld moet geven en vele mensen zeggen
de Hindoestaan is voornamelijk de mensen geweest die de Surinaamse economie richting hebben gegeven. Bent u de mening ook toegedaan? Ja, we hebben allemaal ons best gedaan. Alle bevolkingsgroepen hebben hun bijdrage geleverd, zo ook de Hindoestaan, ja natuurlijk. Bij de Hindoestanen, ik weet niet of dat een voordeel was. De Hindoestanen zijn naar hier toe gekomen als immigranten om op de plantages te werken in plaats van de slaafgemaakte. En omdat de Hindoestanen nog Britse onderdanen waren, kan je, ik weet niet of het woord privilege hier past, maar ze hadden mogelijkheden dat de Britse consul zaken voor hen in orde kon maken. Bijvoorbeeld, medische zorg ging niet goed, dus kwam er een geneeskundige school. Dan kan je zeggen, ja, om die Hindoestaan is die geneeskundige school, is die dokterschool begonnen, hebben we artsen. Ja. Door de Hindoestanen, omdat ze geld spaarden en dat geld nergens konden, op geen enkele bank konden storten, is de Surinaamse Postspaarbank opgericht, zodat eerst beginnende met de Hindoestanen, daarna de andere groepen daarvan konden profiteren. Dus ja, ze hebben op een of andere manier ook hun bijdrage geleverd. Ik zal niet zeggen dat ze dan als één staan en de rest daarna. We hebben samen allemaal en Hindoestanen zeker een bijdrage geleverd. Okay. Natuurlijk is de universiteitsbibliotheek belangrijk in de viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Wat hebben jullie voor dus de studenten, maar ook gewoon de samenleving in petto? We hebben heel veel boeken in onze collectie. Meer dan 200.000 of 21. Ja, we hebben heel veel boeken. Verschillende titels, verschillende onderwerpen op verschillende gebieden. En we hebben gedacht, laten we dan 150 jaar Hindoestaanse immigratie is toch wel iets om te vieren. Ook 160 jaar, 170 jaar van de andere groepen, daar gaan we ook aandacht aan besteden. Maar beginnende met de Hindoestanen hebben we eraan gedacht om onze boeken, die gaan over Hindoestanen, om die te exposeren. Niet alleen boeken, wij zijn hier met bijna 30 mensen werkzaam. We willen nagaan als we thuis ook een object hebben dat we kunnen meenemen, een sari, een pot, dat we een mooie expo kunnen organiseren hier. Dus voor de studenten zeker leerrijk om te zien van dit hebben we in die collectie. Want met die zoveel duizenden boeken dat we hebben, misschien is bij het over het hoofd, heb je het over het hoofd gezien dat we mooie boeken hebben over de verschillende bevolkingsgroepen. Dan gaan we 5 juni daar extra aandacht aan besteden. 5 juni niet, maar natuurlijk wat periode, een tijdje ervoor en een tijdje daarna, zodat de studenten de kans krijgen om die expo te kunnen bezichtigen. We hebben verder 2 lezingen. Twee lezingen ook in verband met 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Ik hoop dat ik zelf ook een lezing kan geven. Ik heb 2 boeken van me zijn uitgekomen, dus ik hoop dat ik dan ook wel die kennis kan delen. Het is niet de bedoeling dat je gaat schrijven en in de bibliotheek gaat plaatsen. Dus zeker 2 lezingen, een expo en we kijken als we nog iets kunnen doen in samenwerking met andere instanties. En u praat over uw eigen publicaties. Waarover gaan die? Ik heb 1 mijn masterthesis. Ik heb een master in geschiedenis gedaan. En mijn masterthesis is in boekvorm uitgegeven. Dat gaat over het leven en het werk van de Hindoestaanse contractarbeidster. Dus van de vrouwen. Tijdens de contractperiode. En het andere is een 10-delige serie, de Calcutta-brieven. Dat zijn brieven dat immigranten in Suriname naar families in India hebben geschreven en omgekeerd. En niet alleen India, maar ook Fiji, Jamaica, Trinidad, Guyana, waar de andere familieleden naartoe zijn gegaan, hebben we, meneer Sandeuhira en ik, samen met een groepje vrijwilligers, hebben we brieven in de archieven opgezocht, gebundeld, toegankelijk gemaakt. Want met al die krullen handschriften verstaan mensen dat niet, hebben we dat getranscribeerd. En een 10-delige serie is uitgekomen. Dus je kan je nagaan, is je familie brieven hebben geschreven, als je families brieven hebben geschreven, of als er onderzoek is gedaan naar een bepaalde persoon die ook tot jouw familie hoort, bladeren in de boeken. En u bent ook een nakomeling van de Hindoestaanse contractarbeiders. Wat betekent 150 jaar Hindoestaanse immigratie voor u? Ja, 150 jaar Hindoestaanse immigratie voor mij, het is, je kan er 2 kanten mee om. Of je zegt, ik ben erg blij dat mijn grootouders van India naar Suriname zijn gekomen. Ze hebben zich bot afgewerkt, alle ellende meegemaakt om ons dat te geven waarmee wij een beter leven konden hebben en nu
verschillende posities in de maatschappij bekleden, we onze eigen bijdrage kunnen leveren. Dus ja, ik ben ook blij dat ze zijn gekomen. Aan de andere kant kan je denken van, evengoed waren ze daar gebleven en dan was ik de next Aishwarya Rai, bijvoorbeeld. Maar ja, het is allemaal hoe het moet gebeuren, zo gebeurt het. Ik ben blij dat ze naar hier zijn gekomen, die stap hebben genomen om... Het was voor hun ook niet makkelijk, ze wisten ook niet waar ze naartoe kwamen. Ja. Wat was het? Maar ze hebben gedurfd, ze hadden het niet goed, ze hebben het gedurfd, die stap. Ze zijn naar hier gekomen en ik ben blij, ze hebben zich extra ingezet dat ik nu dit leven mag hebben dat ik heb. En ik ben ze daar heel erg dankbaar voor. En wat belangrijk is, is de geschiedenis en de komst van deze mensen naar Suriname. Het begon allemaal op 5 juni 1873, toen de eerste Hindoestaanse contractarbeiders naar Suriname zijn gekomen. Hierover, dus over de geschiedenis en de komst van de Hindoestaanse contractarbeiders, praten we met Farik Kitwaru. Hij is de voorzitter van de Lalaruk Museum. We staan hier in het Lalaruk Museum in verband met de Hindoestaanse immigratie dat op 5 juni wordt herdacht. We weten allemaal dat de Hindoestaanse contractarbeiders de eerste met het schip Lalaruk naar Suriname zijn gekomen. Wat kunt u ons vertellen over de eerste reis? Ja, dankjewel mevrouw Maknak. De Hindoestanen in Suriname die zijn gekomen uit het noordwesten van India. Uit het gebied Uttar Pradesh en Bihar. Daar werden dus de contractarbeiders geronseld en met de trein getransporteerd naar de stad Calcutta. En vanuit Calcutta werden ze dan via met een schip dan getransporteerd naar in dit geval Suriname. De bootreis duurde ongeveer 3 maanden. Dus het was 3 maanden lang op een schip zitten en ja, met weinig vertier anders. Hè. En we praten allemaal over Lalaruk, maar wat betekent dus de woorden Lalaruk? Ja, Lalaruk betekent tulpenwangige en dat is eigenlijk, komt uit een oud-Iers gedicht van een dichter die een gedicht maakte over een Indiase prinses die in India en die heette Lalaruk. In Suriname hebben we dus een gebouw dat moet lijken op het eerste schip waarmee de Hindoestaanse contractarbeiders naar Suriname zijn gekomen. We noemen het Lalaruk gebouw, waarin ook het Lalaruk museum is. Kunt u ons iets vertellen over de opzet van het Lalaruk gebouw en hoe men op het idee is gekomen? Ja. In 1973, dat is dus nu 50 jaar geleden, herdachten we 100 jaar Hindoestaanse immigratie. En ter ere van die dag, of dat moment, heeft toen de toenmalige Surinaamse regering aan de Surinaamse gemeenschap een cadeau toegezegd. En een cadeau in de vorm dus van een gemeenschapscentrum. Dus dat cadeau is toen toegezegd op 5 juni 1973. Het heeft geduurd tot 1977 voordat daadwerkelijk met de bouw werd aangevangen. Maar dat was omdat een van de condities was dat de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, dus die het beheer voelt over dit complex, die moest 33% van het geld om het complex te bouwen zelf opbrengen. Dus er is gefundraised tussen vanaf 1973 tot 1977 en toen ze eindelijk het geld bij elkaar hadden, is in 1977 de bouw gestart. En het gebouw is geopend in december
1980. En het is een gemeenschapscentrum, dus het is ook als zodanig ingericht. En het wordt ook als zodanig gebruikt voor elke Surinamer. Dat oude theater, dat moet ik toch wel even meegeven, want dat is een beetje een misverstand. Het is nooit bedoeld geweest om op een schip te lijken. Maar omdat de achterzijde van het theater een beetje lijkt op het achtersteven van een boot. En het complex heet La La Roek. En we staan aan de La La Roekweg. Heeft men vanzelf de associatie gemaakt met het schip La La Roek. Maar het is gewoon een typische bouw, een beetje schuin omhoog. En voor de akoestiek een beetje rond. Voor een auditorium eigenlijk. Het is dat uit de wereld geholpen, want ik dacht altijd dat het daar het schip is gebouwd. We hebben dus een aantal jaren al het La La Roek Museum. Wanneer is het museum opgericht? Ja, het museum is in eerste instantie, het eerste keer dat het museum geopend werd, was eigenlijk rond 1977, 1998. Maar dat was in een gehuurd pand. En het was eigenlijk een kamer van misschien 6x6. Nee, dat was aan de Wilhelminastraat toen. Maar dat heeft niet lang bestaan, omdat de stichting moest uit dat pand, omdat het een huurpand was. En toen was toen een veel kleiner museum ontmanteld eigenlijk. En het heeft eigenlijk geduurd tot 2016, toen wij hier in het La La Roek, op het La La Roek complex deze ruimte als La La Roek museum konden openen. En eigenlijk met, je kan zeggen, bijna nieuwe spullen. Welk verhaal moet het museum vertellen? Ja, dus in een museum, en dat is niet anders in dit museum, probeer je door middel van objecten. En objecten kunnen zijn de borden die we langs aan de wanden hebben met tekst, maar ook andere objecten, dus allerlei soorten van voorwerpen, foto's, oude objecten, probeer je dus het verhaal te vertellen van het moment van aankomst van de contractanten toen, de periode van de contractarbeid en de periode na contractarbeid, want de mensen zijn gekomen als contractarbeiders en op een gegeven moment hebben ze gekozen voor om in Suriname te blijven. Dus het museum vertelt niet alleen het verhaal van de periode van contractarbeid, maar ook eigenlijk een beetje de periode van contractarbeider naar volwaardige burger van Suriname tot op dit moment eigenlijk. Tot 1998 kon je alleen via de immigratieregisters aan informatie komen. Maar je moet je voorstellen, die immigratieregisters zijn nu 150 jaar oud. En in 1998, 25 jaar geleden, waren ze al 125 jaar oud. Dus ze zijn heel teer. En een deel van die registers, want dat zijn een aantal registers, waren toen reeds eigenlijk compleet vergaan. Op een gegeven moment hebben het IMO van de universiteit, de NSAI en de heer Sandeel hier in Nederland een project opgezet om die registers te digitaliseren. Dat wil zeggen, de teksten werden overgetypt in de computer. Daarmee heb je het verduurzaamd, weet je, dat het niet meer zo makkelijk kan verdwijnen. En het is toen in 5 delen, in boeken, echt dikke pillen, verschenen. Ik kan je de boeken laten zien. De volgende stap daarna was om dat digitaal bestand,
op het internet te krijgen, waardoor eigenlijk ieder het kan raadplegen. Het staat nu op www.nationaalarchief.nl. Als men daar naartoe gaat en onderzoeken en dan verder naar Suriname, dan kom je op dit scherm. En je kan dus hier, als je de naam kent, ik ga even mijn naam als voorbeeld gebruiken. Als je dat intoetst en dan hier zoeken, dan krijg je de informatie zoals die in de database is. Dus je ziet hier dan verschillende namen met Ketawaru erin en dan kan je verder doorzoomen. En als je, even kijken hoor, als je, en dan kan je dus eigenlijk zoeken. Als je, dan krijg je deze informatie. Deze informatie is eigenlijk exact de informatie die in de immigratieregisters ook staan. Niet alleen de gegevens van die mensen komen erin voor, maar eigenlijk alles wat genoteerd is bij die namen. Welke plantages ze hebben gewerkt, hoeveel contracten ze hebben gesloten. Ook welke kinderen er zijn geboren. Niet allemaal hebben die informatie. We moeten het doen met wat toen vastgelegd is. En als je dus naar deze kijkt bijvoorbeeld, dat is dus die mevrouw Nasibun, dan kun je bijvoorbeeld hier Jamaluddin Ketawaru, dat is mijn grootvader geweest. Maar je kan, in dit geval heb je nog informatie, want als ik naar mijn overgrootvader ga, naar zijn file bijvoorbeeld, dan zie je dat eigenlijk de gegevens van de persoon en van waar ze kwamen, met welk schip, van welk dorp, maar je ziet dat dat stukje hier waar je zo net zoveel informatie staat, dat ontbreekt. Dus je moet maar net geluk hebben dat die informatie toen opgetekend is. En je moet ook, wat we vaak ook, wat we ook wel eens tegenkomen, is dat mensen komen zoeken, maar dat we ze niet vinden in die database. Maar dat komt waarschijnlijk omdat zij, die namen misschien in die registers stonden, die inmiddels toen al vergaan waren. Kijk, toen de mensen kwamen, die mensen spraken alleen hun taal. Ze zullen misschien gebrekkig Engels of zeker geen Nederlands. Dus de toevallige immigratieambtenaar, die schreef de naam zoals hij het hoorde. Dus daaraan bijvoorbeeld de naam Ketawaru, van de mijne wordt aan het einde met de U geschreven. Maar je hebt Ketawaru, je hebt Ketawaru met dubbele O aan het einde. Dus je krijgt verschillende variaties van namen. En het was en is nog steeds in India eigenlijk niet ongebruikelijk dat mensen gewoon maar één naam hebben. En in Suriname in de jaren 1930, moest men op een gegeven moment verplicht een voor- en een achternaam kiezen. Dat was omdat de wetgeving van Nederland en wat wij overgeërfd hebben, het vereist dat je een voor- en een achternaam hebt. Toen hebben mensen dus ook hun namen weer gewijzigd. Dus wat heel belangrijk eigenlijk is dit nummer hier. Dit noemen ze een contractnummer, EE/580. Als je dat nummer hebt, dan kan je vrij specifieker zoeken. Maar dat is nog geen garantie dat je hem vindt. Want net wat ik zeg, een aantal van die registers waren al vergaan toen we dit deden. Zo kijkers, dat was het voor het eerste deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Gaat u nog niet weg, want mijn collega Sifra Goudland heeft een andere deel voor u. Kijkers, welkom bij het volgende deel van In Gesprek Met.
In dit deel geven wij u het compleet programma van hoe de dag er op maandag 5 juni eruit zal zien. En daarbij gaan we de voorzitter van de Culturele Unie Suriname, de KUS, de heer Anil Manurat, spreken. En die gaat ons helemaal uitleggen hoe de dag eruit gaat zien van 's morgens tot en met 's avonds. Kijkt u mee. Meneer Manurat, welkom in gesprek met. Dank u wel, hartelijk dank voor de uitnodiging. Ja, absoluut. 5 juni, het is een mooie dag, een bijzondere dag. Het is 150 jaar herdenking van de Hindoestaanse immigratie. En wie kunnen we het best spreken dan u, de voorzitter van de Culturele Unie Suriname, die al deze activiteiten organiseert. Kunt u onze kijkers een beetje een uiteenzetting geven wat ze allemaal kunnen verwachten indien zij de festiviteiten willen bijwonen? Ja, zeker. De Culturele Unie Suriname heeft eigenlijk het grootste event die in Suriname gepland zal worden. Dus wij zijn de trekkers een beetje daar. Maar u weet het, voordat we beginnen moeten we altijd de Almachtige dankbaar zijn. We moeten de Almachtige dankbaar zijn dat wij hier in Suriname zijn. En dat onze voorouders een keuze hebben gemaakt om toch hier te blijven. Niet wij alleen, Hindoestanen, maar ieder heeft de keuze gemaakt. Hun voorouders hebben de keuze gemaakt om hier in Suriname te blijven. Dus voordat ik naar 5 ga, hebben we zondag 4 juni in de ochtend van 9 tot 10 uur een gebed op het Onafhankelijkheidsplein. Waarbij de regeringsdelegatie daar aanwezig zal zijn, samen met de president. En van 9 tot 10 zullen we een gebed hebben met alle religieuze organisaties die we in Suriname hebben. Alle geloofsovertuigingen. Iedereen hebben we uitgenodigd om gezamenlijk te gaan bidden voor land en volk. Voor welzijn en welvaart van elke Surinamer in Suriname. En ja, dat is, we zeggen het altijd, oriari van de grote dag zelf. En op welk tijdstip starten de festiviteiten zelf op de herdenking? Op de herdenking 5 juni zullen wij starten om 10:30. 10:30, 11:00, hou me dat even, want u weet het, we krijgen hoogbezoek vanuit India. De president van India komt naar Suriname, dus we houden een beetje rekening met het protocol en de beveiliging. Maar in ieder geval in de buurt 10:30, 11:00 zullen wij staan bij Marinetrap, waar de twee presidenten daar aanwezig zullen zijn om Lalaruk Boat te ontvangen. We gaan proberen uit te beelden hoe eigenlijk Lalaruk Boat toen was gekomen, hoe de mensen gekleed waren, wat ze allemaal meegebracht hebben naar Suriname. Die komt dan op Marinetrap aan tegen 11 uur, waarbij een zogenaamde registratie en alle tonelen een beetje gespeeld gaat worden, hoe wij eigenlijk een beetje uit films en uit boeken hebben kunnen krijgen, hoe dat allemaal geschied zou zijn geweest toen. En als we daar klaar zijn, lopen we samen met de delegatie naar het Onafhankelijkheidsplein, waarbij we een dorp, we noemen het Gaon, een dorp noemen we dat, waarbij we een dorp gaan opzetten, waarbij we gaan uitbeelden vanaf toen we zijn gekomen. We waren gekomen om rijst te planten, landbouw te doen en vanaf daar gaan wij dan landbouw, veeteelt, onze keuken en een beetje de ontwikkeling van onze Hindoestanen een beetje uitbeelden en kijken hoe we tot nu toe zijn om daar alles in één setting te kunnen wijzen, een beetje de ontwikkeling van onze Hindoestanen in Suriname. Met wat voorwerpen uit vroeger, dus een beetje van alles gaat u daar krijgen vanaf 1873 tot heden. En hoe lang is die voorbereiding gedaan om die simulatie in elkaar te kunnen zetten van vroeger en toen? We zijn al een jaar bezig met al deze planningen. Het is veel werk. Dus we zijn een jaar bezig om al die dingen te zoeken en iedereen bij te krijgen. Toneelspelers te krijgen, te oefenen, zodat we alles een beetje in beeld kunnen brengen. Om 11 uur na de aankomst van Lalaruk Boat gaat bij de presidenten opening doen van het dorp. En daarna gaan ze een tour krijgen. En als de tour klaar is, gaan we vandaar vertrekken naar het monument van Baba en Maiplein. Waarbij bloemenhulde zal plaatsvinden van Baba en Mai. En uit India nemen ze een sandalwoodboom mee. Sandalwood is een boom, gaan ze meenemen. En die wordt dan op het terrein van Baba Mai ook geplant door de twee presidenten. En wanneer dat daar geschied is, dan gaan wij naar Mama Saranang. Daar gaan wij ook kranslegging doen, Mama Saranang. En daar gaat dan de president van India gaat dan vertrekken. Die gaat zich terugtrekken. Om even een beetje uit te rusten voor in de middaguren. Maar wij gaan dan samen met onze president verder. We gaan naar het parkeerterrein van Fort Zeelandia. Naast het staatsraadgebouw. Waarbij nu het monument van 150 Hindoestaanse immigratie gebouwd wordt. En die gaan we dan onthullen.
na al die activiteiten. Misschien tegen 12:30 zo, wordt de onthulling, vindt de onthulling plaats om 12:30. Samen met de president van Suriname en het KUS en andere genodigde culturele organisaties. Het is niet een monument van de cultuur in Suriname, maar het is een monument van iedereen. Het heeft te maken met 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Ik heb het idee gehad, laten we een legacy achterlaten voor de nakomelingen. En dat is gelukt met de medewerker vanuit de regering. Zijn we bezig hard te werken om dat voor 5 juni nu af te krijgen. En als ik zo hoor dat de president van India een beetje gaat rusten, is er na de onthulling van het monument een rustperiode ingelast voor andere activiteiten? Dus er is een rust, maar niet alleen het monument van 150 Hindoestaanse immigratie wordt daar onthuld, maar 3 vrijheidsstrijders die er waren, hun monument ook vlak naast ons monument meteen onthuld door Stichting Hindoestaanse Immigratie, SHI. Dus de president gaat even rusten, maar er zijn dan activiteiten op het paleis. Wat dat activiteiten zijn, weet ik niet, want ze gaan een paar uren naar het paleis. Daarna gaan ze nog naar Mahatma Gandhi beeld en bij Tetri, Jani Tetri, daar om de hoek bij het paleis heb je zo een monument ook. Daar gaan ze ook. En we gaan dan, wanneer dat rustperiode komt, gaan wij op Lalaroek complex, aan de Lalaroekweg, om 12:00 starten met het Nationale Immigratie Praalwagen optocht. Wij gaan daar starten met het optocht. We gaan, iedereen gaat daar verzamelen. En we gaan dan richting Koppenamenstraat, Commissaris Wijtenweg. Gaan we bij de rotonde Magentabrug oversteken. We gaan Magenta doorrijden, helemaal naar welke dag A. We gaan welke dag A in en dan komen we op Indira Gandhiweg op de hoek. Daar zijn de mensen van Wanica die op ons wachten. Die gaan aansluiten aan onze praalwagenoptocht. Gaan we Indira Gandhiweg rijden, Latour. En via Latour gaan we rechtdoor rijden via Fabibrug, weer op het Van den Hoogruisstraat, Stoelmanstraat richting Onafhankelijkheidsplein. En wanneer we richting Onafhankelijkheidsplein komen, gaan de twee presidenten in het balkon zitten van het paleis om het optocht mee te maken en te kijken wat we allemaal met het optocht te zien zullen hebben. We hebben gevraagd, laten we uitbeelden. Landbouw, veeteelt, huwelijk, alles wat we kunnen uitbeelden, proberen we uit te beelden. We hebben niet alleen Hindoestaanse organisaties gevraagd, maar het is een nationale. We hebben iedereen gevraagd. Komt u ook, Chinese, Maron groepen, Indianen, komt u ook met een praalwagentje en probeer de cultuur een beetje uit te dragen. Dat gaat er dan gebeuren en we gaan dan vanaf 7:00 de inloop hebben op het Onafhankelijkheidsplein, waar nou om 7:00, wanneer de presidenten op het plein komen, 7:00 zullen aanvangen met het groot podiumprogramma, waarbij we multiculturele culturele optredens zullen hebben. We zullen nationale, internationale artiesten hebben, dus het wordt een hele festijn van 7:00 tot 11:00. Zijn de verschillende organisaties nog geweest om te kijken hoe de 150 bloemen die vorig jaar zijn geplant er nu eruit zien, wat de hoogte van ze zijn? Ja, ze zijn een beetje komen kijken hoe het een beetje eruit ziet. Dus we zijn ook bezig om wat nog meer te doen met 150 jaar. Als u zelf mocht kijken hoe de geschiedenis zich heeft verlopen en hoe de tijden allemaal zijn veranderd, denkt u dat de tijden er goed uitzien vergeleken? Kijk, we moeten altijd positief blijven. We moeten altijd positief blijven, ondanks wat er ook dag gebeurt. Dus belangrijk is dat wij als Suriname één natie moeten worden. We moeten bundelen en we moeten elkaar lief hebben en we moeten het samen doen. Ik zeg het altijd, heb ik gezegd, in al mijn interviews, we moeten het altijd samen doen. Niet één persoon kan het doen, we moeten het samen doen. We zijn één. Iedereen is Surinamer. We zijn allemaal Surinamers. En welke boodschap heeft de KUS naar de Surinaamse samenleving toe in verband met de herdenking van deze van dit jubileumfeestdag? Dus er is een nationale jubileumcommissie geïnstalleerd en het is mooi als ik hun slogan aan u vertel en dat is eenheid is kracht. Dus daarmee wil ik dan zeggen dat eenheid kracht is, that's it. En heeft u een oproep? Ik heb een oproep aan al die mensen. Komen jullie, volgen jullie goed wat ik allemaal gezegd heb. Je mag overal komen. Het is een free event. Het is een open event. Het is ook gratis. Ik bedoel, het zijn geen kaarten. Dus het is voor iedereen toegankelijk. Alleen wil ik wel meegeven dat het veiligheid op high level zal zijn. Dus u zal een beetje moeten meewerken met de veiligheidsdiensten. Zodat alles een beetje soepel kan gaan. Maar we gaan iedereen de gelegenheid geven om toch dichtbij te komen en alles van dichtbij mee te kunnen maken. Dankjewel en succes. Dan zien we je maandag. Dankjewel. Kijkers, u heeft de voorzitter van de KUS gehoord. Een hele planning. Zondag een gebedsdag op het Onafhankelijkheidsplein. En maandag al heel vroeg met kransleggingen.
speeches, een praaloptocht. Dus de mensen van al de buurten die heeft gehoord dat meneer Manurat heeft opgenoemd. U mag ook langs de weg zitten, u mag ook aansluiten om een beetje mee te doen. Dus het ligt helemaal aan u. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.2. Wij zien u volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.